Aan het einde van het rallyseizoen 2003 halen wij nog wat oude beelden uit de doos. Oftewel de auto's die 10, 15 jaar geleden het wereldkampioenschap rallies domineerden. Auto's die in hun tijd de wedstrijden wonnen, maar nog steeds rondrijden. Was tijdens de afgelopen Euregio Rally. Daar reden Robin Ecker en Marco van den Berg met een onlangs aangeschafte Toyota Celica GT4. Is een auto waarmee Carlos Sainz in 1994 reed tijdens het wereldkampioenschap rallies. Let wel, dit was de auto waarmee je toen WK rallies won. In 2003 heb je daar een Subaru Impreza 2003 voor nodig. Maar met die auto's van toen kun je nog wel leuk rondrijden. Zoals Ecker en van den Berg op dit moment doen in het Nederlands kampioenschap. Dit is de Celica in actie in het seizoen 94. Toen dus garant voor veel overwinningen. Blijft leuk om auto's in actie te zien die in hun jaren echt voor de overwinning reden. En nu gewoon in de Nederlandse rallies voor het plezier meerijden. En waar je toch nog heel hoog mee kunt eindigen. Zo eindigde Robin Ecker en Marco van den Berg al in een top 10 klassering tijdens de rally van Barneveld. Rijden volgend jaar waarschijnlijk het complete Nederlands kampioenschap. Ook in het Nederlands kampioenschap rijden dit jaar veel Volvo's. In de jaren 85, 86 waren dit soort auto's in het Nederlands en Europees kampioenschap echt de auto's die vooraan meereden. Nu rijden ze in een zogenaamd Nederlands kampioenschap. De Volvo Original Cup Holland. Allemaal gelijke auto's. Nou, wij rijden de Volvo Original Cup. In navolging van een Scandinavisch concept hebben we dit in Nederland opgezet. En ik denk toch redelijk succesvol, want er zijn nu 10 auto's gebouwd. En voor volgend jaar gaan we het concept doorzetten. En zoals het nu staat, dan hebben we volgend jaar, nou dat weet ik nu wel zeker, 15 auto's aan de start. Ik denk dat het een van de allergoedkoopste vormen van rallysport is. Ik denk dat je met een 5.000, 6.000 euro een hele nette auto op kunt bouwen die competitief is. Met hele lage runningkosten. En ik denk een van de goedkoopste rallyklasses op dit moment in Nederland. Heel simpel. Je pakt gewoon een 47 van de straat. Je maakt een kooi in volgens de voorschriften. En dan gassen. Dus dit is echt low-budget rallyrijden? Low-budget rallyrijden, ja. En omdat de cup zeg maar, met allemaal dezelfde auto's rijden, is het gewoon heel leuk om te doen. Komt echt op het stuur aan en het laten remmen om een goede tijd neer te kunnen zetten. En dat is leuk. Het Zweedse merk Volvo is sowieso goed vertegenwoordigd in de Nederlandse rallysport. Ook de Volvo 850 van Tom de Jong. Die heeft zelfs bandenwarmers. Nou, de band komt veel sneller op temperatuur. Dus het duurt anders veel te lang voor de echte grip is. Dat is heel belangrijk met remmen en het accelereren. Met bandenwarmers, ja, we hebben soms een kwartiertje, maar het scheelt toch heel veel. Je hebt ze meteen op temperatuur, dus ja, grip. De Volvo's zorgen nog voor het spektakel waar blijkbaar het publiek in 2003 echt voor komt. In de Regio Rally, waar u hier beelden van ziet, waren behalve de Nederlandse deelnemers ook een groot aantal Zweden naar de wedstrijd gekomen. Zij hebben een eigen Scandinavische Cup in Nederland inmiddels ook. Het hele seizoen is er gereden. Ik heb hem gekocht, we hebben een kooi erin gebouwd. We hebben het blok iets aangepast, want er zat oorspronkelijk een 2 liter carburateur in. En we hebben er nu een 2300 injectie in. Maar er staat 270.000 kilometer op het teller. Behalve dat er nieuwe mensen meedoen aan deze Volvo Original Cup Holland, zijn er ook een aantal gevestigde namen uit de rallysport die hun professionele carrière inmiddels afgesloten hebben en zeggen, wij willen graag met zo'n auto voor plezier vegen. Dit is de Zweed Sevius, een van de grootste vegers die er is. En die rondom Hengelo ook weer voor veel spektakel zorgde. Terug naar de Volvo Original Cup Holland. Het kampioenschap ging dit jaar naar Jeroen Laarhuis en Maurice Lammersen.